after-school snacks. The show where we make food for people that don't know how to make it themselves. Today, we are gonna eat a white ass. Sa whole giant's ass. We're gonna eat giant's ass. It's a pizza pun. Pizza pun. Pizza. Yeah. Eh, katos vertalo hoe hij sa pizza pun maakt. Cue the animation. Ta! De dag kwamen mijn zusje en ik van school en we hadden beide honger. En dat was nog niet gekookt. Dus hebben we geprobeerd om pizza te maken, maar niet met deeg. In plaats van deeg hebben we brood gebruikt, een puntje. Dus wat we hebben gedaan is een puntje door de helft snijden, een laagje boter erover, een laagje tomatenketchup en daarna worstjes in stukjes snijden en het erop zetten, paprika en kaas. Daarna zet je het in de oven, of nou ja, een toastertje kan ook gebruiken. Het was altijd lekker. Dus ik hoop dat Ian en Jomara me datzelfde gevoel kunnen geven als zij hun pizza brood, hun pizza punt voor me klaarmaken. En ik wens heel veel succes. What do we need? These are ingredients. You need bread, obviously. Oh. You have to what? Ik wees naar groente eerst. But that's not the main part. Yeah. The main thing is bread. Maar groente is belangrijk. Het gaat niet erom als groente belangrijk is of niet. Het gaat gewoon erom, ik wilde met brood beginnen, niet met groente. Dus die man snapt gewoon niet dat groente belangrijk is. We hebben paprika. We hebben we have bread. Boter. We have butter, because you can't eat bread without adding butter. Some cheese, ketchup, and then this is our own twist. Dit is onze speciale ingrediënt. Joy and say what you have. En wij hebben vleeswash gevonden in de koelkast. That took you a minute. Ja. Mm-hmm. Ik leer praten daarom. Okay. Right, let's get started. We're gonna start by making our sandwich. Nee, we gaan de we're gonna cut out base maken toch? Yeah. Make your mess. You can just cut all sandwich, all breads. Oh, slim. Dan ga ik gewoon naast je staan en just do your thing. Kijken. Do your thing. Talk to the audience. Hallo. You're so awkward. Okay. Jomara's not used to socializing with people because she's introverted. Oh ja, ik vind mensen gewoon echt altijd interessant. Soms moet ik zin hebben en soms heb ik geen zin. Ik heb Pim. Ik zal dan mijn ding doen en dan doe jij je ding. Here's a second bread for you. Kijk hoe vies je hier maakt, Ian. I can't help it. It's the bread. Je kan het op je bord doen. Alright. Waarom met de liep? Zo maak ik mijn brood thuis. She's using a spoon. Ja, dit doe ik thuis. Maar ik ben thuis, dus ik doe dat nu. Ja. Ik heb geen tijd om mijn mes te nemen, het is te veel werk. Dan moet je het nog schoon gaan maken. Maar ze gaat de lepel toch ook uiteindelijk moeten wassen, dus their argument is invalid. What? Maar hoe maak je je brood open met een lepel? Met mijn hand, ik scheur het gewoon open. Maar omdat ik het voor iemand maak, dan doe ik het, you know, netjes. Alright, if you say so. What we're doing now is we're spreading butter, because butter is basically the base of bread. Everything that you eat with bread needs butter. Every sandwich needs butter. Alles brother. Boter. Kijk, als we spiegel erin hadden toch, en we zouden erop zitten, zou het lekker zijn. Hell yeah, but we're not allowed to turn on the stove. Yeah, dat weten we, daarom doen we het niet. Exactly. One day we could, but I'm gonna blame it on you. Okay. If we get caught. Okay. There's enough butter on my bread. My ketchup. Oh, you're gonna add ketchup first? Ik doe het op mijn manier, het is nog steeds een competitie. I just asked a question, I didn't say don't add ketchup first. All I said was, you're gonna add ketchup first. See? It's a competitie. This is why I want to be a competitie. Alright. You let me know when you're done with the ketchup. Does look like... Ooh. Oh my god. They don't eat anders. Oh. Yeah. Back in the ball. Laat me, je is ketchup niet, maar ik doe mijn ding. Competitie. Yo, chill. Waarom schroot ze? Ik stond vlak naast haar. Zomaar schroot ze. Calm down, Jomara. Ugh, je hoeft niet altijd zo extroverted te zijn. Ze vinden toch dat ik, Jomara, te zacht praat. Maar dan wanneer ik niet luid praat, is het een probleem. Ik weet niet wat ze willen. You really don't want to win.
What if I said that and then I just lose this episode? Oh, crap. Kijk, en dan nu... Oeh. Oké. Okay. Okay. Ben je klaar? A bit. Join, I trust this, but... Is this how you did it, bro? Heeft het uitgelegd. En als je instructies volgt... I did follow the instructions. Trust me, I think I've made this before once. Just once. Maybe. Maybe with my sister. Ja, ik ben nog niet klaar. Allez, allez. Okay. Go ahead in French. Okay. I don't think so. Because I am not French. Ik weet alleen van Frans, weet ik alleen merde. I know what that is. Ik heb een Franse cursus gevolgd. Wow, je hebt Frans geleerd alleen al merde te zeggen. Wow, oké hoor. Ja toch? Oké. Okay. Okay. Oh my god, Ian. I'm not in character. Okay. Ik moet stappen te zeggen. Weet je? Je hebt toch van die, hoe heet die saus? Spaghetti sauce. Oh. Spaghetti sauce. Yeah, but we don't just have that laying around, bro. Je hebt gelijk. Alleen maar ketchup gevonden. Everyone has ketchup in their house. Sommige mensen eten ook alleen maar mayo. That's gross. A friend of... Dus ik heb een vriendin. Ze heeft... Dude! Oh, chips. You literally took all the paprika. It's a competitie. Ik was eerst daar, so... I'm the one who cut it, bro. Dus ik heb mijn tijd genomen om alle paprika's mooi netjes te snijden. Finely diced. En dan gaat ze gewoon alles gebruiken, zonder me te melden, hè? Zoals, like, oh, is een competitie. No, dit is geen competitie meer, dit is sabotage. Please wash. Oké. Oh, bro. Why would you do that? I don't know. Oh, my god, Ian. Het is echt een messy ass. This one looks really messy. It's a big diarrhea-achtige ass. I'm pretty sure it's gonna taste good. I have trust in Joyen. He said it tasted good. Maar het gaat ook om presentatie, dat weet je toch? Yeah, but you know. Okay, maar at the end of the day, they're gonna eat the one that tastes better, not looks better. Okay, makes sense. Makes sense. That's a big deal. Sweet, er is toch een Looney Tunes character met een soort... Die, het is een bigje, toch? Wat? Een bigje. What does that mean? A pig. Het is een bigje, toch? I don't know what a pig is. Zijn staart is gedraaid of zo. Porky pig? Nee, ik weet niet. Het is een roze... Anywho, zijn staartje lijkt hierop. Oké. Oh my god. Is dit echt aan de kaas? Yep. Ja, chips. Yes. Oh, that's how ik denk wel lekker, maar het is gewoon niet vleeswars. Ja, maar vleeswars is altijd lekker. Kijk hoeveel kaas jij hebt gebruikt. Wanneer ik kaas eet, probeer ik de exact amount te snijden of te snijden om mijn brood te vullen. Ja. Daarom hebben we weinig kaas. Ja, daarom hebben we weinig paprika. Alright. Okay. Mama, dan ja. Hoe gaan we dit in de toaster? Is er genoeg ruimte in de toaster ervoor? Huh? Is er genoeg ruimte in de toaster ervoor? We gaan gewoon eentje van elk in de toaster zetten, okay. En dan de rest later zetten. Deze aflevering gebruiken we een toaster. Okay. Just burn yourself for a second. Yeah. Yours looks like a pizza though. Ja toch? Eerlijk, echt op een pizza. Ik heb moeite gemaakt. Oh, maar je hebt veel paprika. Pizza zet op paprika. Het ruikt echt naar... Ja, druk wel naar pizza. Van mij ook, doe. Maar druk ook naar vleeswars. Tada! This is our Joyen's ass. After the white ass. And here is Joyen. Joyen. His ass recreation. And he's gonna tell us which one is better. Okay, Joyen. I honestly don't have a good feeling of mine because someone used all the paprika. Someone that is not me. It's a competition. It's not a competition.
is een competitie. Oké, oké. Joy, wat vind je ervan als je er naar kijkt? Just smell it. Het ziet er wel lekker uit. Oké, okay. Thank you. Dat is wel goed. Heel anders. Anders? Ja, de pizza. Ja, het lijkt me de echte pizza. Met, dit is een twist. En dit is die twist? I'm the twister. Oké. Okay. Lijkt niet op die van mij. Oh ja, hoe ziet het van jou dan eruit? Van mij is mijn worst eerst. En dan alles erop. Gebruik je ook vleesworst of gewoon worst? Ik heb het ook gebruikt met vleesworst. Oh, nice, nice. Oké. Okay. Maar het meest met rookworst. Rookworst. Ja. Oké. Ga je eerst proeven? Zonder die twist. Ja, oké. Okay. Sunday. Okay. Nice. I heard a crunch. A crunch. Mm-hmm. 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 To quote every Star Wars movie. Ze proeven ook heel anders. Ze proeven ook heel anders. Different people. Maar deze veel ketchup in. Mm-hmm. En het is nog een beetje zacht. Oké. Okay. Ik denk dat die ook zacht is, maar omdat je die eerst hebt gegeten en dat is van mij like, langer. Weet je toch? Wauw. Maar deze is een beetje crunch. Ja. Yeah. Oké. Okay. Hey, lekker. Beide zijn. Een beetje moeilijk. Oké. Okay. Maar. Lekker. So maar. I would not go for Ian, mine. Maar. Als ik moet kiezen. Ik hoor van als het een beetje droog is. Dus. Oké, ik zal rusten. Ik kan koken! Oké, ik ben... Oké. Yay! Dankjewel, Joyen. Ja, maar. Ja, toch. After school snacks. After school snacks. Woo! Oké. Yay. So that was it for another episode of After School Snacks. Yeah, she finally won. Oh my god. I'm actually also proud that she won because, you know, you can't always win, so sometimes you lose. Yeah. It's fun. It's fun here. Wow. You see, this is lekker. Yeah, we've made sauce. I call it sauce. I call it nutty. I like it when it's yeah, it's nutty. I don't like dry. But it's good though. It's ook lekker. Dank jullie wel dat jullie hebben gekeken naar... Stay tuned for the next episode. Ik zeg dankjewel. Eerst dankjewel en daarna dat. Dankjewel dat jullie hebben gekeken naar After School Snacks. Stay tuned for the next episode because we're making Shaquille's ass. Comfort ass. Is that what we're gonna call it? A comfort ass. A comfort ass. Good with comfort food. Comfort ass. Bye bye. Signing off. We're rolling. And she's walking off camera. You really don't want to win, do you? Nee. What if I said that and then I just lose this episode? Dus het is altijd een probleem. Want ze vinden ik praat niet goed. Nee, niet goed. Nee, oké. Okay. Daarom praat ik niet. Dus ik wens ze. Geef veel succes. Ian, de man. Ik moest nog 3 woorden zeggen, je maakt de f***ing deur open. Sorry, ik was even gaan baden. Mijn smoothie was even naar me gevallen. Oh, Maar hij komt van het leger. Hij komt van het leger. Mijn oma kan van hem mooi. Ja, iedereen in het leger. I'm so sorry. In het leger moet je alles eten. Oké. En dit gaat in de toaster. Moet de toaster samen zeggen.
En dit gaat in de toaster. Alleen toaster. Dit gaat in de toaster. Wat? Je zegt alleen toaster en dan ga je met me praten. Dit gaat in de toaster. Oké, zie ik dit. Laten we gaan. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.